NTR. Marloes Koenen is meervoudig wereldkampioen mixed martial arts. Een mengelmoes van kickboksen, judo, worstelen en nog meer vechtsporten. Het is vooral populair in landen als Amerika en Japan en daar is ze dan ook wereldberoemd. De dag van het gevecht, dan voel ik altijd zo zenuwen. Marloes Koenen. Uur van tevoren word ik heel erg zen. Mijn trainer en mijn partner die erbij staan, die zien meer een soort van een gekooid dier. Marloes! En dan stap je die kooi in en dan is het heel erg, het is heel erg verlicht. Het voelt heel erg vrij. Ze is een meedogenloze tegenstander. Iedere partij die ik vecht, neem ik mezelf voor, oké, ik ga er nu knock-out slaan. Dat is echt, vind ik, dat is een soort van meesterproef. Dat is zo moeilijk. En wat als ze zelf klappen krijgt? Maar dat negeer ik liever of ik een hersenbeschadiging heb, nee. Een speurtocht door een wereld van vallen, opstaan, vooroordelen en snelle acties. Vechten is een verslaving, want je krijgt zo'n adrenaline-rush iedere keer. Het begon allemaal toen ze als 12-jarige door een donker bos naar school moest fietsen. Ze ging op zelfverdediging om haar angsten te overwinnen. Ik ben een bange scheidster, hoor. Ze hebben me in een draaimolen in Amsterdam die hoog gaat en ik heb hoogtevrees. Maar wat ik weet is dat als het erop aankomt, sta ik mijn vrouwtje wel. Het gekke is, er komen dingen uit die wij nog niet wisten. Ik weet dat ik goed ben aan de hand van mijn resultaten, maar zo voelt het niet. Hé? Dus dat is wel heel bijzonder. Hoe kun je dat verklaren? Ik wil eens gewoon van wetenschappers horen of ik nou echt goed ben. Ik wil harde data hebben. In Pavlov, de wetenschap van de vechtsport. In de kooi kent Marloes geen vrees, maar opmerkelijk genoeg wel in een andere arena. Het pretpark. Hoe goed kan Marloes hier haar angsten bedwingen? Oh god, nee. Oh god. Hoogte is niet echt mijn ding. Ik zit even ook naar boven te kijken. Ik zie allemaal hoge dingen gaan. Ik doe helemaal niks. Hey Marloes, hoe gaat het ermee? Zie je het al? Ik heb het plezier. Heb je een flauw idee van wat we gaan doen? Paars, groen vermoeden. Is echt waar. Ja. Ik heb het plezier van jou een mooie, spannende rit op de achtbaan te mogen aanbieden. Marloes als vechtsporter heeft veel zelfcontrole. En we gaan nu testen of ze die zelfcontroletechnieken ook gebruikt op een rit op de achtbaan. Je gaat er veel plezier aan hebben. Maar om even aan te voelen hoe spannend het is voor jou, gaan we je ook vragen om een hartslagmeter aan te doen. Eerste maal laten we haar voor haar plezier, hopelijk, rijden. Maar daarna krijgt ze de opdracht, gebruik je technieken, zoals in een wedstrijd, om je hartslag onder controle te houden. En zo volgt de eerste confrontatie van Marloes met zichzelf. Links het eerste ritje, primair reagerend. Rechts, terwijl ze zich in bedwang probeert te houden. Meisjes in de vechtsport kan zeer nuttig zijn, want het leert hen fysieke controle aan, waardoor ze in de communicatie en omgang met anderen zelfverzekerd overkomen en een heel positieve indruk nalaten. De opdracht was de tweede rit, je hartslag zo laag mogelijk houden. En je bent erin geslaagd om die met minstens 15 punten naar beneden te halen. Oh echt? Oh, dat is wel veel. Dus op zich zien we het ook aan de foto's, want je hebt mooie, prachtige foto's. De eerste rit toont jou inderdaad met een verschrikking. Zie je? Maar de tweede foto is er echt mooi bij. Die toont jou zeer... Zeg maar, wat zie je? Oh, coolio. Ja, inderdaad. Zeer gefocust, zeer gericht. Veel controle proberen te krijgen.
Ja. Had je ook dat gevoel in de tweede rit? Nee, die tweede was ik heel erg... Ik was eigenlijk alleen maar bezig met ademen. Okay. Dus ik heb die rit half meegekregen. Je hebt wel door dat je een achtbaan zit, hoor, daar niet van. Maar ik was helemaal gefocust, dus... Okay. Ja, en hij was voorbij en dacht, oh ja, het is klaar. Maar een lichaam is meer dan het stukje tussen de oren, zeker bij een vechtsporter. Marloes reist af naar het zuiden voor grondig onderzoek. Hoe ziet haar lijf er van binnen uit? Ik ben afgereisd naar Maastricht en ze gaan hier de dichtheid van mijn botten meten. En ze zeggen dat van sporten dat je daar sterkere botten van krijgt. Dus ik ben benieuwd. Marloes gaat een zogenaamde DEXA ondergaan. Met die DEXA kunnen we de sterkte van de botten meten, de kwaliteit van de botten. En wat je als extra daarbij krijgt, is ook dat je informatie hebt over de spiermassa en over de vetmassa van het lichaam. Hallo. Hallo. Marloes Koenen. Mario, hoi. Hey. Nou, jij komt voor de metingen. Ja, klopt. Mag je met me meekomen? Als je botten niet belast, dan zie je dat de botten ook dunner worden. En als je ze zwaar gaat belasten, dan krijg je sterkere botten. Dat is ook het advies wat we geven aan oudere vrouwen. Belast je botten, want dan hou je ze goed in stand. Ik wil in een goede positie leggen. Mag je een stukje naar boven komen? Nog een klein beetje. Het benen draai ik nu naar binnen toe, zodat die grote tenen elkaar raken. Zo, dan mag je er vanaf komen. Nou, dit ben jij. Precies voor de heupen. Ik heb aangereden gehad. Ja, ik zal dadelijk een plaatje laten zien. Ik schrik er gewoon van. Dit witte bolletje ben jij. Nou, jouw waarde ligt ver boven de bovengrens. Dus dat is hartstikke goed. Oké. En als we dan kijken aan deze lijn zouden volgen parallel aan die bovengrens... dan zou je pas ver over de 100 in het rode gebied komen. Oh, wat stoer. Ja, tenzij je... Ik blijf altijd groen. Als je deze curve mag volgen. Marloes heeft ontzettend sterke botten. We noemen dit bijzonder omdat je dit hooguit bij 1 of 2% van de bevolking ziet. En dan zit zij dus bij de beste 1 of 2%. En wat we ook gezien hebben, dat is dat ze heel weinig vet op de lijf heeft. De vetvrije massa, dat is dus de spieren en zo, is heel hoog. En de hoeveelheid vet is veel minder dan wat je normaal acceptabel vindt voor een vrouw. En het is 18,5% totale vetmassa. Oh, dat is minder dan ik dacht. Oh, daar ben ik heel blij mee. Nee. Dus ik ben hartstikke zwaar, maar ik heb weinig vet. Ik kan weer slapen vannacht. Ja. Nou, super toch? Ik weet wel dat ik veel spieren heb, maar dat was ook weer zwaar boven gemiddeld. En mijn dag is goed. Ik vind het zo ontzettend super om dit te weten. Op naar de volgende test. De eerste harde data zijn binnen, botten en spieren. Maar hoe snel is ze en hoe presteert ze als ze de uitputting nabij is? Oké, nou, welkom. Wat we vandaag dus gaan doen zijn... Eerst doen we een reactietijdtest. Daarna gaan we een inspanningstest doen. En na die inspanningstest gaan we weer de reactietijdtest afnemen. Oh, oké. Dus we kijken hoe haar concentratie en haar reactievermogen eigenlijk... verschilt voor en na inspanning. Ik heb de adrenaline al echt tot hier zitten, hoor. Ik word echt ik ben niet te fanatiek voor. Nou, ik denk dat Marloes haar reactietijden over het algemeen sneller zijn dan andere mensen. Ik denk ook dat zij na inspanning ook nog eens sneller is. Het is een 4 keuze-reactietijdtaak. Dus je krijgt een reactiesignaal, dat is altijd groen. Daarop moet je zo snel mogelijk reageren met de corresponderende vinger. Ben je er klaar voor? Nee, maar we gaan het doen. Oké, succes. Dank je. Ik denk dat met name omdat Marloes ontzettend getraind is... en dat eigenlijk die inspanning haar juist haar systeem klaar heeft gemaakt... om sneller te reageren.
maar fietsen, hè. Het is maar goed dat ik dit van tevoren niet wist. Komt-ie. 3, 2, 1, go. 30 seconden. Hou vol. Je merkt, nu komt de weerstand. Hij loopt langzaam op. Hou vol. Nog 20 seconden. Hou vol. 10 seconden. Hou vol. En relax. Ga door. Door. Trappen. Blijven trappen. Die inspanningstest die is ook met name erop gericht om haar helemaal uit te putten. Kom op. Kracht op die bedaard. Trappen. Door trappen. Rustig terug. Ga door. Kom op. Hou vol. Ja, heel goed. En pedalen rond laten gaan. Netjes. Heel goed. Mooi. Mooi. Wat een kutopdracht. Ja, het is niet de bedoeling dat je hierbij zo uren door kunt gaan. Maar je houdt de sprint heel goed vol. Nog 5 seconden. Kom op. Hou vol. Ga door. Ga door. Kom op. En... Voel je? Kut. En go. Helemaal. Nog eentje. Kom op. Go. Good effort. Kom op. Doorgaan. Nog even. 5 seconden. En stop. Heel goed. Nou, ik denk dat het duidelijk is dat je helemaal tot onderin bent. Ja. Na de inspanningstest wordt opnieuw haar reactietijd gemeten. De eerste test niet. Dat was gewoon, ik was heel fanatiek natuurlijk. Maar ik heb er sowieso hekel aan fietsen. En toen moest ik dus die inspanningstest doen. Toen dacht ik, oh, dan moet ik natuurlijk heel zwaar. En een soort maximale uithoudingsvermogen test. Toen zei hij, ja, we gaan sprinten. Ik denk, oh, nou, acht keer, dat doe ik wel even. Maar ik ging echt helemaal stuk. Ik ging echt stuk. Voor de uitslag van de test wordt een ontspannende locatie gekozen. Hey, Marloes. Nou, hoe is het? Lekker. Ja. Goed. Jij, bijgekomen? Ja, ja. En ik brand van nieuwsgierigheid. Ik ben echt heel benieuwd. Nou, laten we eens naar de resultaten gaan kijken. Mensen in jouw leeftijdscategorie, die presteren ongeveer een gemiddelde van 450 milliseconden reactietijd. Wanneer we nu naar jouw gegevens gaan kijken, dan zien we in ieder geval dat jouw lijnen stukken lager liggen. Dus je reageert überhaupt al veel sneller dan de gemiddelde leeftijdgenoot. En het interessante is, na de inspanningstest kun je zien dat je reactietijd nog sneller is. Dus na de inspanning ben je gewoon sneller. Hé? Hoe kan je dat verklaren? Waarschijnlijk dat jouw systeem gewoon eerst fatsoenlijk op gang is gebracht. En dat je een soort fight and flight mechanisme hebt. Je bent eerst flink geactiveerd en dan moeten mensen gewoon klaarstaan om zo snel mogelijk te reageren. En jij bent met die uitputtingslag, zou je denken... Je hebt me uitgeput, hoor. Ja, maar ja. Jeetje. Je zou verwachten dat mensen in ieder geval daardoor langzamer worden, maar jij wordt gewoon beter. Ik vind het wel heel raar. Ja, ja. Ik vind het fantastisch, hoor. Daar niet van. Tijd voor een minder onschuldige test. We zijn bij MRI Centrum in Groningen. En ze gaan een MRI-scan van mijn hoofd maken.
En we gaan kijken of, of al die klappen een verkeerde impact hebben gehad of niet. Met deze scan kun je heel goed kijken of er hersenbeschadigingen zijn ontstaan. Je begint met een overzichtsscan om te kijken of er eventuele hersencellen verdwenen zijn door beschadigingen. Vervolgens maak je een scan waarbij je kijkt of er littekenweefsel is ontstaan en eventueel zwelling nog aanwezig is. En als laatste maak je een scan waarbij je kijkt of er nog resten zijn van bloedpigmenten. En die kunnen ontstaan als de hersenen met grote snelheid tegen de binnenkant van de schedeldak botsen. Oké. De vechtsport die Meloes doet, vind ik gevaarlijk omdat het streven is om een tegenstander knock-out te slaan. Dat je daarmee eigenlijk streeft om een beschadiging van de hersenen toe te dienen. Ja, dit is wel een reële kans natuurlijk. Iedere neuroloog die raad je natuurlijk niet aan om een sport te gaan doen die ik doe. Maar dat is een risico wat je incalculeert en wat je ook accepteert. Mocht er ooit wat gebeuren, dan is het mijn eigen dikke schuld. Nou, charming. Ja, je bent helemaal klaar voor. Ja. Mooi. Oh ja, oorlogjes. Tegen het lawaai. Ja, dat scheelt. Wat? Sorry. Wat zal er te zien zijn na bijna 15 jaar kooivechten op het hoogste niveau? Ja. Oké, Marloes, gaat het goed? Ja hoor, prima. Oké, we gaan nu met de eerste scan beginnen. Die duurt ongeveer een halve minuut. Ja. Marloes, ga zitten. Ja. Viel het een beetje mee te scannen? Ja, hij stond wel hard, moet ik zeggen. Het ging door de koptelefoon heen. Ik wil je kort laten zien hoe we het hebben gedaan. Dit zijn drie beelden waarbij we hier een overzicht hebben gemaakt om te kijken of de hersenen beschadigd zijn. Hier kun je zien of de bloedingen zijn en hier of je ook vochtophoping of littekenweefsel hebt. En je moet vooral kijken naar zwarte puntjes die in de grijze stof zitten. Alles wat in deze witter gekleurde gedeelte zit, zijn bloedvaten. Dus als je dan teruggaat, hier, dan zie je dat in deze gebieden zie je geen zwarte puntjes zitten. Dus er zijn ook geen bloedresten of resten van een hersenkneus. En dat geldt ook hier voor dat gebied van je voorhoofdskwal. Ik ben op mijn 14e begonnen, dat was een beetje spielerij, maar op 18e heb ik mijn eerste partij gehad. En nu ben ik 31, dus eigenlijk valt het wel mee met de schade die je... Nou, zolang je zorgt dat je niet te vaak knock-out raakt of goede bescherming draagt, dan kan het misschien nog een tijd goed gaan. Ja. Nou, bedankt, ben opgelucht, toch wel. De plaats waar de meeste klappen worden toegediend is bij de slaap. Hè. Het streven is natuurlijk om iemand knock-out te krijgen, dus bij de slaapstreek. En je slaapklap is betrokken bij het opslaan en onthouden van gebeurtenissen. Dus op lange termijn kunnen mensen klachten krijgen van vergetelheid, concentratiestoornissen, maar ook dat ze minder goed overzicht kunnen houden over de activiteiten die ze doen. Ja, als het echt levensbedreigend was, was ik gestopt. Maar niet bij een klein beetje beschadiging. Ik denk dat ik zo stom ben om nog even door te gaan. Ja. Hoe is het eigenlijk om een dochter te hebben die bij de beste vechters van de wereld hoort? Ben je dan trots of juist vooral bezorgd? Hey, meid. De eerste wedstrijd van Meloes zal ik nooit vergeten. Dat was in Deventer. En ons meisje, dat altijd zeer verzorgd eruit ziet enzovoort, die kwam de ring in met korte vlechtjes, een gezicht. Nou, herkennen we niet. Die was zo in de tunnel en zo in de focus. Als je mij de vraag zou stellen, wat vind je leuker, die vechtsport of volleyballen of tennissen? Dan zou ik zeggen, nou, ga lekker volleyballen of tennissen. Het is natuurlijk best voor een moeder heel heftig om te zien. En ze begint... En 16 seconden later was het over, was het gebeurd. En toen had ze gewonnen. Ik ben er nooit zo trots op je geweest als toen. Door die partij weet ik dat ik een vechter ben.
Was je toen opgebleven? Nee, volgens mij is je gewoon gaan slapen. Nee. Ja, nee, volgens mij wel. Toen ik tegen Sarah Kaufman vocht, toen lagen jullie ook te pitten. Ik kijk ook nooit naar de wedstrijden. Loes, die belt, als het achter de rug is, dan belt ze me meteen. Of haar vriend belt me. En dan... of is het eerste wat ik zeg, is ze ongeschonden? Is er wat gebeurd? Ik vind het niet moeilijk om haar te zien vechten. En ik ben ook niet bang dat er iets naast gebeurt. Ze kan een arm breken, er kan wat gebeuren, dat weet je niet. Ik begrijp heel goed dat mijn moeder het eng vindt om naar een wedstrijd te kijken. Want als je kijkt naar hoe mensen in Nederland naar de sport kijken... als ze zeggen van, ja, maar je gaat toch niet de kooi in? Je laat jezelf toch niet in elkaar slaan? Die mindset is al zo verkeerd. Want ik ga helemaal niet de kooi in dat ik in elkaar word geslagen. Ik ga die kooi in, ik ben goed getraind, ik weet wat ik kan... en ik ga de kooi in om te winnen. Ja, ik kan wel zeggen, Loes, stop ermee, doet ze toch niet. Dus ik begrijp ook wel dat mijn moeder... niet begrijpt dat bepaalde stoten niet aankomen en dat je een dekking hebt. En ja, ik ben wel haar enige dochter die ze heeft. En ze ziet mij het liefst getrouwd met twee kinderen thuis. Marloes wil nog een paar jaar doorvechten op topniveau. Kan ze zich nog verbeteren? Te gaan kijken hoe ik stoot, of mijn techniek goed is. Als ze het kunnen verbeteren en ik kan meer accuraat slaan... omdat ik dus harder kan slaan, meer mensen knock-out kan slaan... Nou, daar ben ik heel erg blij mee. Maar ja, misschien heb ik wel hele verkeerde techniek, ik heb er geen idee. Het is nu erop of eronder eigenlijk. Wat zijn jullie van plan? Hey. Hallo. Het is goed dat je kon komen. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Hallo. Hi. We gaan kijken naar de techniek van jouw slaan. Eigenlijk gaat het erom hoe sturen jouw hersenen je beweging aan. Ja. Dat gaat zo razendsnel. Daar hebben we een hele goede high-speed camera voor. Wat er gebeurt is, haar vuist wordt op snelheid gebracht en haar arm komt erachteraan. En de wijze waarop ze dat doet... verraadt eigenlijk haar talent. Je gaat zo dadelijk op deze bokstak slaan. Ja. Achterop kan je zien, er zitten accelerometers. Die gaan de versnelling opnemen. Oh, ik wou net zeggen, wat is dat? Ja. Wat zijn dat? Die nemen de versnelling op. Nee. Verder gaan we markers op jou plakken. En die gaan we filmen. En daarmee gaan we later dat analyseren. Ik verwacht dat ze een hele goede uitleiding heeft van de arm. En een hele goede timing. En precies weet waar ze mee bezig is. Wij gaan nu de data analyseren. Dat gaan okay. We de data bekijken van de accelerometers. En we gaan de videodata bekijken die we met de highspeed hebben gemaakt. En dan gaan we dat later nabespreken. Ik heb echt geen idee of ik het nou goed of slecht heb gedaan. Dus dat is wel een beetje nerve-wracking voor mij. Ik wil het goed doen, maar ja, we zullen zien. De uitslag van de bokstest volgt later. Nu eerst naar het VU in Amsterdam. Haalt Marloes ook het maximale uit haar benen? Er staat daar een nogal schokkende test te wachten. Hallo. Goedemorgen. Welkom bij Bewegingswetenschappen. We gaan vandaag testen hoe snel jouw spieren kracht op kunnen bouwen. Marloes krijgt straks een stroomstoot in haar lies. En dan gaat die spier maximaal. En vervolgens... gaan we haar vragen vrijwillig, zo snel mogelijk en zo hard mogelijk... haar bovenbeenspier aan te spannen. En dan gaan we vergelijken hoe steil de kracht oploopt... tijdens elektrostimulatie en als zij het zelf doet. We gaan jou vragen in die stoel plaats te nemen die hier zit. En dan word je helemaal vastgesnoerd. Beetje Frankenstein-geval. De elektrostimulatie klinkt natuurlijk schokken. Elektrische schokken klinkt altijd wat eng. Gaat het kietelen? Iets meer dan kietelen. God, wat doen jullie maar aan. Om maximaal eruit te halen is het echt even een korte, flinke, heftige stroomstoot. Dus dat moet je wel even realiseren. Ja, ja? Dat is niet erg. Mijn tenen zijn gekneusd aan beide voeten, dus ik ben niet zo heel... Ja, go. Jij kan strak hoor.
Ja. Nu begint het oncomfortabel te voelen. Nu al lachen. God. Dit was een lichte, hè? Dit was een lichte. God. Dus vanaf de volgende meting gaan we bepalen wat jouw spieren kunnen. Oké. Okay. Ja. Dan gaan we er nog weer een tandje bij doen. Oh, die was anders, ja. Oh, daar krijg je nog 7 van, hè? Nou, ja. Doe maar snel. En nu wordt het vanaf hier wordt het ongeveer nog 3-4 keer zo heftig. Klopt. Oh, God. Nee, denk aan zonnige stranden. Fuck. Ja, ben er weer. Ik schrik toch. Lekker ontspannen. Nou, dit was het stroomgedeelte. Oké. Okay. Nou, even concentreren. Als jij er klaar voor bent, jij mag zelf zo hard mogelijk je been strekken. Ga je gang. Ja, als jij er klaar voor bent, concentreer je en gelijk naar voren, maximaal, hè. Ben je er klaar voor? Mm-hmm. Je mag. We zijn klaar, ja. Elektrisch gekeken wat maximaal mogelijk is. Zelf ook het maximale eruit gehaald. De uitslag. Ik kan hem gelijk tevoorschijn toveren als een plaatje. En dan kan ik je laten zien hoe het eruit ziet. In dit scherm zie je 2 lijntjes. De zwarte lijn is elektrisch gestimuleerd. Dus wat er in jouw spieren zit. En rood is wat jij er zelf uithaalt. Ja. Dan zie je dus dat er eigenlijk best nog wel meer in zit. Hè? Want je kan in principe zo stijl als die zwarte. Ja. Maar, ik moet wel zeggen, als je de getallen bekijkt... kwam er inderdaad op zo'n 50% uit. En daarmee behoor je wel tot de snelste 5-10% die we hier meten in die opstelling. Oh, echt? Ja. Ja, want normaal zitten mensen, dus ongetrainen zitten zo rond de 5-10%. Hè, voetballers, volleyballers, 20%, 25, 30. In die orde zitten verder weg de meeste. En je had 50. Dus als je het zo bekijkt, is het een hele goede prestatie. Wat heeft u zelf? Ja, op dit moment, ik zou niet weten. Ik ben veel te oud, joh. Ik ben veel te oud. Er is dus winst te behalen. Maar de uitslag die ze zo dadelijk krijgt, heeft nog veel meer impact op Marloes. We zijn nieuwe dingen te weten gekomen. Het gekke is, er komen dingen uit die wij nog niet wisten. Oh? Kijk, daar ga je. En hier zie je wat er gebeurt. Je arm, die staat bijna onder een haakse hoek. Zie je dit? Ja. Hier. Dus je slaat zo. Wat nog vreemder is, en dat was echt verbazingwekkend. Wat je doet is je spant deze spieren en deze spieren heel zwaar aan. Kijk maar. Ja, ik zie het. En dat zijn buigspieren. Wat jij doet is, je maakt eigenlijk 1 blok van je onderarm en van je bovenarm. En dus, je hebt eigenlijk een vrij kleine reach, hè? Ja. Maar je raakt wel met heel veel energie. Ja, dus, en dat heeft, denk ik, met de sport te maken. Dus ik stoot anders dan de boxers, ja, dat zeg je? Ja, absoluut. Totaal anders. Oh, maar stoot ik dan helemaal verkeerd? Nee. Jij geeft een stoot met heel veel energie. Je brengt iemand echt in beweging. Je zet je hele lichaam achter de stoot in plaats van een heel kortdurend contact met een hele hoge kracht. Jij brengt je tegenstander meer in beweging, maar echt breukschade, die kans daarop is veel lager bij jou. Maar als je iemand knock-out wil slaan, wat moet je dan eigenlijk hebben? Dan zou je sneller moeten stoten. Je zou dus iets van snelheid moeten gaan trainen. Ja. Want je raakt hem dus nu heel erg gebogen. Ja. Maar ja, zoals die boxers, die staan iets verder vanaf. Ja. Iets gestrekter arm. Dan heb je meer tijd om te accelereren. Iedere partij neem ik voor, oké, nou gaat ze echt knock-out. Mm-hmm. En mijn rechtse directe is ook is een hele harde stoot. Mijn linkerhoek is ook heel erg hard. Mm-hmm. Misschien is het gewoon gebrek aan techniek. Nou, ik denk het niet. Ik bedoel, dit is zoals jij het doet. Ben je succesvol als sport? Ja, ik heb me zo neergeslagen, ja. Nou. Maar ja, het kan dus beter. Zou kunnen. Ja. Ja. Ja.
Pavlov is wel goed geweest voor mijn zelfvertrouwen. Ik heb nu wetenschappelijke antwoorden. Dat was snorzit bij mijn gezondheid en met mijn talent. Wat was niet vreselijk. Ik bedoel, die achtbaan. Ik dacht echt, ik val te pletter. Het fietsen, dat was ook echt de hel. Hoe je? Kut. Oh god, dat was ik vergeten. De elektroshocktest, die vond ik erg leuk uiteindelijk. Vooral omdat die uitslag ook weer... wel weer apart was. Het feit dat ik dus niet gestrekt stoot, dat vond ik wel het meest opmerkelijke. Met alle resultaten die ik nu heb, hoop ik dat ik in mijn eerstvolgende wedstrijd iemand goed knock-out kan slaan. NTR, speciaal voor iedereen.